ben Juliette Grimbergen en ik ben 51 jaar en betrokken bij Vuurvrouw. Een platform voor vrouwen in de overgang. En ik ben benieuwd hoe je nou op je werk de overgang bespreekbaar maakt. En daarom zit ik hier met Anja. Anja van Woerdenkom. En jij bent ervaringsdeskundige, want je werkt in de zorg. Maar je bent ook verpleegkundige van Care for Women. Ja. Als eerste, hoe heb jij de overgang bespreekbaar gemaakt op je werk? Nou, ik was 39 en toen kwam ik eigenlijk heel plotseling in de overgang. Het begon eigenlijk met een hele snelle hartslag, 120, 130 in rust. Waar ik heel zenuwachtig, onrustig van werd. Ja. Daarbij ook veel lichamelijke en psychische klachten met name. En ik was gewoon echt uitgeschakeld, niet in staat om te werken. Dus ik heb muziek gemeld. En na 6 weken kwam ik weer terug op mijn werk. En vroegen mensen, goh, wat had jij? Heb je de griep gehad? Nou, 6 weken griep is wel heel erg lang. Maar ik was in de overgang en ik had er klachten van. Dus nou, toen zag je mensen echt zo... Ja, die waren verbaasd dat je dat zomaar zei. Ja, ja, zo van, nou, ook van, oh, zo jong, want ik was 39, dus dat ligt niet echt voor de hand. En in 2004 werd er ook nog niet zoveel besproken over de overgang als nu. En ik heb gewoon gezegd, ja, ik ben een overgang en ook verteld wat ik voor klachten had. En hoe reageerden ze? Nou, eigenlijk doordat ik er heel open over sprak, kwamen zij ook met verhalen van, oh, ik was eigenlijk ook al heel jong in de overgang of ik had ook veel klachten. Ja, en daardoor, doordat mensen hun eigen verhaal ook weer kunnen vertellen, krijg je meer herkenning, maar ook erkenning voor het probleem. Want hoe meer vrouwen over praten op het werk, ja, hoe beter het is natuurlijk. Anja, die begeleidt vrouwen die in de zorg werken. Merk je nu dat vrouwen het moeilijk vinden om de overgang bespreekbaar te maken op hun werk? Ja, dat klopt. De meeste vrouwen vinden dat erg lastig, want in de zorg zijn er vaak zieken, personeelstekorten. Er is altijd wel ergens een crisis en vrouwen zijn geneigd vanuit hun zorghormoon te denken. En te denken met oestrogenen en die zeggen van oké, dat doe ik wel. Terwijl als je in de overgang bent en je hebt veel klachten, dan moet je eigenlijk goed voor jezelf zorgen. Dus ook genoeg tijd voor jezelf vrijmaken. Nee zeggen dus soms. Klopt. Ja. En op het moment dat je dan de overgang uitlegt of uitlegt dat je in de overgang bent en die klachten hebt, is er dan ook meer begrip? Ja, dat is er zeker. Want dan snappen mensen waarom je nee zegt, dat het geen onwil is, maar dat je nu even gewoon voor jezelf moet zorgen. Dus Anja, jij zegt praat erover. Zoek hulp en maak het bespreekbaar. Maar hoe doe je dat nou het beste? Ja, je moet eigenlijk hulp zoeken bij iemand die je vertrouwt, waar je een klik mee hebt. Dus ja, dat kan iemand van Care for Women zijn, kan een huisarts zijn, kan een psycholoog zijn, een vriendin, een collega. Maar praat er in ieder geval over. Maak het bespreekbaar. Ja, met iemand die vertrouwd is. Ja. Dus? Let's talk. Praat erover.